Goedenavond, welkom bij Café de Opera TV. Vanavond de halve finale Nederland-Uruguay. We gaan kijken wat de wedstrijd ons gaat brengen. Kijk met ons mee. Bij Café de Deut zijn ze er klaar voor, de mensen achter de bar. Het is binnen is het niet druk, maar buiten is de sfeer. Je begint er echt in te komen. Kijk maar even om je heen. Ook vanavond heeft de gemeente ervoor gezorgd dat het oranje gevoel op het Koningsplein niet alleen tot uiting komt in de kleding van de mensen, maar zoals je ziet ook de fonteinen doen mee. Alles is oranje vanavond. We verwachten een hele mooie avond. Zo, ik zie dat je een goede plek hebt uitgekozen om de wedstrijd te gaan volgen. Wat verwacht je van deze wedstrijd? Ik hoop dat de tweede helft Brazilië wordt voortgezet in de wedstrijd tegen Uruguay. Dat is mijn geloof en volgens mij gaat het toch gebeuren. 2-1. 4-0. 3-1. Ik ga met haar mee, want zij heeft er verstand van. 2-0. 2-0. Nou, ik denk dat we betere papieren hebben. Ik zei 2-1. 2-1, wat denk jij? 1-0. 1-0. 2-0. 2-0 voor Nederland natuurlijk. Oké. 3-0. Hallo. Wat geloven ze dat die stand wordt vanavond? Ja, die Hollanden werden gewinnen, ja. Ik ben Hollander geworden. Echt scheiße op Duitsland. De eindstand, ik denk 2-0. Ruud, vaste bezoeker van Café de Deut. Ja. Je hebt een hele mooie plek uitgekozen vlak voor het grote scherm. Wat verwacht jij vanavond van de wedstrijd? Ik verwacht een ruststand van 2-0 en er komen er nog twee bij. Het wordt 4-0 voor Nederland. 4-0. Eerste helft 0-2 en daarna oprollen. Nog 3 doelpunten. Duidelijk verhaal. Ik denk 3-1. Ja. 2-0. 2-0 voor Nederland. Oké, daar spreekt vertrouwen uit. We gaan het zo dadelijk meemaken. Wat vind je van de sfeer op het Koningsplein? Ja, super leuk. Echt super gezellig. Hoe is het om te werken nu met dit feest, zeg maar? Ik vind het echt heel erg gezellig. Ja. Alleen het is jammer dat ik pas geen doelpunten meteen kan zien. Ik hoor het al, de mensen die schreeuwen opeens. Wah! En dan kijk ik stiekem toch wel even wat er aan de hand is. Na een fantastische halve finale staat Nederland in de finale. Zondag op het Koningsplein zijn we er weer bij. Het was een super wedstrijd.